Als er één product is dat zich in de afgelopen 2 jaar in brede lagen van de horeca verspreid heeft, dan is het worst. Of je nu in een eetcafé of een sterrenzaak komt, de maaltijd wordt steeds vaker voorafgegaan door plakjes droge worst bij het aperitief, een voorgerecht met charcuterie en een hoofdgerecht van verse worst. Het worstmakersgilde breidt zich rap uit en het wordt al lang niet meer uitsluitend door slagers gevormd. Het mag een wonder heten dat er nog geen worstrestaurant was, maar nu, in april 2012, is het zover. De naam van het etablissement biedt geen ruimte voor twijfel. Worst is een café naast Marius. Tenminste, ik zie het als een café. Veel mensen zullen het zien als een wijnbar. Of misschien wel een snackbar. Of een restaurant. Of een eetcafé. Of iets dergelijks. Maar goed, in mijn ogen is dit mijn ultieme café. We schenken hier wijn. En wel in veel soorten. En ik vind dat je in een café iets moet kunnen eten. En dat doen we hier in de vorm van worsten. En worst staat dan voor charcuterie, in de meest brede zin van het woord. Zowel koud als warm. Als eerste en eigenlijk natuurlijk meest vaste en begrijpelijke item wat we hier bij worst hebben, is Aufschnitt, en oftewel Duits voor dat wat van de snijmachine of van het mes komt. Iedere dag hebben we een samenstelling van 4 verschillende mooie dingen die we op de snijmachine snijden. Vandaag is dat zowel een ham als een vetspek van Osvaldo uit Friuli. Prachtige producenten op de grens met Slovenië. Bij worst weten we best iets van worst. Maar eigenlijk misschien nog meer willen we het vak van de charcutier in de schijnwerper zetten. Dus eigenlijk is dit meer een platform voor het laten zien van het oude ambacht van charcuterie maken. En ik zie dat toch als iets wat we gelijkstellen met de broodbakker en de bierbrouwer en de wijnmaker. Eigenlijk de basis van ons voedsel. De charcutier is iemand die vlees bewaart, conserveert. En dat is een eeuwenoud vak. En dat zijn het soort vakken of beroepen die een beetje aan het uitsterven zijn, of die focus is aan het uitsterven. Want we hebben natuurlijk allemaal andere manieren om vlees te bewaren of te consumeren. Of gewoon vers te houden. Eigenlijk dat oude vak van charcuterie maken, dat willen we hier graag belichten. En vandaar dat we niet zozeer zelf alle charcuterie maken. Ja, we doen hier ook dingen zelf. Maar we betrekken dingen van mensen die dat nog echt op ouderwetse manier doen. Dus met zo min mogelijk toevoegingen. Want eigenlijk is het niet veel anders dan varkensvlees, zouten. En daar komen duizenden verschillende recepten uit voort. Elke salami, elke San Daniele-ham, elke Parma-ham, elke Ardenner-ham is niet veel anders dan varkensvlees met zout. En dat willen we graag laten zien. Behalve dat we die charcutiers in de schijnwerpers zetten, hebben we ook wel een soort mening over hoe we dat moeten doen. Wat is de context waarin we dat zouden moeten doen? En dat die context is natuurlijk een soort, in mijn ogen, vlezige, keukenachtige inrichting. Maar dat even buiten inrichting gaat het ook over wat doen we erbij. We zoeken naar die hele mooie combinaties met charcuterie, met wijnen. En we komen daar heel veel op hele prettige, lichtvoetige rode wijnen. De Gamay's, de Cabernet Franc, de Dolcetto's, etc. Maar ook natuurlijk een aantal heerlijke witte wijnen die we erbij combineren. Een Touraine van François Chidène bij de Zure Zult, heel fris. We hebben kreeftenworst, ons antwoord op niet vlees eten en toch in worstvorm. Met een lekker knolselderijpuree en romanesco, wordt warm geserveerd. Een lekker stevig glas Meursault bij de kreeftenworst. Côte du Roussillon bij de bloedworst. Een soort warme wijn die heel goed bij die toch ook wat zoetige bloedworst gaat. En dan bij de geitenkaas de Quincy Blanc. En waar ik toch ook altijd mee bezig ben, is de context of het contrast zoeken met groenten die we erbij serveren. Veel charcuterie heeft natuurlijk iets vettigs en iets misschien altijd wat vlezige. Daar passen natuurlijk pickles en mosterd en dat soort zaken heel goed bij. Maar we zijn daar ook behoorlijk bezig met groenten die we daar echt, een mooie bittere radicchio waar wat zuur in zit. En een mooi bietje waar wat zuur in zit. En zoete uien die we ingemaakt hebben. En dat vinden we belangrijk om het verteerbaar te houden. Het idee van dit café en deze worst, CQ Wijnbar, is al een paar jaar oud. En in de afgelopen jaren zijn we er natuurlijk best wel wat mee bezig geweest. Met verschillende mensen. En een van de grappige dingen die je natuurlijk met het internet hebt, is dat je eindeloos kunt researchen. En de Duitsers zijn natuurlijk worstenland nummer 1.
En hebben ook inderdaad een prachtige website. Dat is echt een kolderieke website waar je continu heen en weer geslingerd wordt tussen serieusheid en pure omgein. En ik kwam daar binnen die website kwam ik een kunstenaar tegen, Martin Graaf uit Hamburg, die echt een prachtig, verzameling postzegels had gemaakt met worst als thema. En één daarvan was een prachtige, iets wat ontblote dame met een vrolijke worst onder haar armen. En dat vond ik een briljant beeld voor mijn worstbar. Ik kan niet genoeg benadrukken wat voor ongelooflijk leuke collectie aan pop-up kaarten en toneelspellen deze man maakt. Martin Graaf in Duitsland. Dan hebben we bloedworst, weer van Dini Schouten met rode kool en appel, ook warm. En verse worst van de jongens van Brand en Levi met linzen. Dit is een pancetta uit Toscane. Heel mooi gekruid, met vrij zoete kruiden. Kruidnagel. En we moeten natuurlijk altijd zelf even proeven. Ja.